Dit moet president Bush ongeveer overkomen zijn in Japan, dames en heren. De eerste minister zei, de zitting is geopend. En de tolk kon het niet zo gauw vertalen. Even die paling terugduwen. Ik zit een paar dagen geleden, wat is het vandaag? Het is 7 mei, wacht eens even. Dag of 8, 9 geleden, eind april. Spannende tijd altijd voor de Nederlander die iets gepresteerd heeft in zijn leven. Ik zit, eind april zit ik in mijn tuintje de kapucijners te epileren. En, ja, die moeten geëpileerd worden. En, dat is een nauwkeurig werkje. En, ja, dat is in deze tijd van het jaar. Als de, bij deze maandstand moeten de kapucijners geëpileerd en de sla moet ook opgekropt in deze tijd van het jaar. Het valt allemaal samen. Heel belangrijk wat je kiest. En ik heb het zwaar in mijn tuin, want ik heb voor het eerst heb ik volgebakken frieten ingezaaid. En, ik ben benieuwd, maar achter de tuinman zegt die aardappelen rooien het wel. Enfin, ik zit heerlijk in mijn tuin, kapucijnen stepeleren. Leuk werk, ontspannend werk. En ik zit toch natuurlijk met één oor een beetje bij de brievenbus. En opeens hoor ik klapper, klapper. Ik denk, de brievenbus. En meteen erop hoor ik zoef. Ik heb een deurmat. Zoef. Ik denk, een brief. Dus ik ren de gang in en ik kijk naar de deurmat. Geen brief. Een envelop. Even een teleurstelling, maar ik maak de envelop open. Wat denk je? Toch een brief. Nou, dat vind ik wel zo. Heerlijk. Heerlijk. Ja, dan nemen we die brieven nemen je in de maling. Die komen dan binnen als envelop. Dan denk je, shit, een envelop. Maar je maak je hem open. Een brief. Heerlijk. RVD van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat is die instantie die Pieter van Vollenhoven nog heeft uitgelegd hoe je prinsjes moet verwekken. Nou, dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Geachte heer de jongen, hierbij hebben we het genoeg u mede te delen. Dat het Hare Majesteit behaagd heeft. Nou komt ie. Dat het Hare Majesteit behaagd heeft u te schrappen van de lijst van Nederlanders die zij per se niet wenst te ontmoeten. Ja, ik moest hem ook nog even overlezen. Ik dacht dat u geschrapt bent van de lijst van Nederlanders die Hare Majesteit per se niet wenst te ontmoeten. Wil u een eerste zin voorbereiden waar de koningin een beetje spiritueel op kan reageren? Wij maken u erop attent dat Beatrix met majesteit wenst te worden aangesproken. Hoogachtend ritmeester Gruppelaar. Nou, die naam kwam op de een of andere manier wel bekend voor. Enfin, ik zit opeens in die tuin en ik kan mijn gedachten er niet meer bij houden. Dat is heel gek, maar een kapucijner voelt dat. Dat zijn hele gevoelige gewassen, zijn dat. Dat is heel gek. Een kapucijner heeft iets heel gevoeligs. In tegenstelling tot artisjokken bijvoorbeeld. Daar kan je mee doen wat je wil. Kun je de hele tuin doorsmijten. Kan hem geen fluit geven. Artisjokken. Dat is de tegenwoordige tijd voor zoologen. En, denk daar maar eens even over na. Zo'n kapucijner voelt dat en die heeft dan iets van... jij mij niet lekker epileren, ik jou niet lekker smaken. Dat is heel gek, ja. Dat doet hij dan, en dan gaat hij tegenstaan. Dan worden ze bitter en ik ben toch al niet zo dol op kapucijners. En nee, als je ze eenmaal binnen hebt, dan worden ze zo luidruchtig, vind ik. Dus ik ga opeens zitten nadenken, wat moet ik nou tegen die koningin zeggen? Ik bedoel, de rechtsback van Ajax, als hij straks bij die UEFA-finale aan de koningin wordt voorgesteld, die heeft zo'n zinnetje praat. Majesteit, ik ben van mening samen met de lokale burgemeester van Groningen dat het afwerpen van fragmentatiebommen bij voetbalwedstrijden door ondeskundigen tot een minimum beperkt dient te worden. Ja, maar dat is een... Dat is een lekker lopend zinnetje. En in het landsbelang, en de koningin die kan er iets mee. Hè? Want die doet toch, kijk, als die voetballers langs gaat, dan doet ze toch een soort sertaki doet ze. Dus die moet dan meteen door kunnen naar de rechtshalf. Die moet dan kunnen zeggen, majesteit, het beledigen van allochtonen moet alleen... Wat gebeurt er? Sst. Huh? Er gebeurt opeens iets. Weet u wat? Nee, er was iets. De kapucijners dat was. Ja, nou, u zou ik bijvoorbeeld aanraden wel uw mond te houden. Hoewel het nu bijvoorbeeld achteraf weer heel erg leuk wordt. Dus nou twijfel ik weer. Bent u Nelly Smit-Kroes? Uw stem klinkt me zo bekend. Het woord kapucijner kwam er zo geweldig uit. Dat kan alleen maar iemand zeggen die ze nooit eet. Kapucijner. Dat prachtig. Heel mooi.
Waar waren we gebleven? Wil u dat woord in deze zaal ook niet meer noemen? Nee, maar dat die rechtshalf die moet dan kunnen zeggen van... Majesteit, het beledigen van allochtonen moet alleen aan politici worden voorbehouden. En dat die koningin nou weer door kan en dat die rechtsbek dan nog niet een keer roept... Majesteit, mijn vrouw is dol op u, ze heeft al uw platen. Begrijpt u dat? Nee, dan verstoor je dat hele protocol. Dus... Ja, ik zit te denken, wat moet ik nou toch in vredesnaam zeggen? Want je wilt toch een beetje scoren bij de pettenvorstin, hè? Die ambitie hebben we allemaal. En, ja, wat, ik wil een mooi beeld kiezen, mooie metafoor, een allegorie, een hyperbool... of een oratio pro domo of een pleonasme misschien wel. Ik wil een leuk metrum erin gooien, een jambe, een anapest of een dactylus... of misschien wel een trogeus om de haar eens te verrassen. En, ja, je wil toch even iets, majesteit die de macht heeft... streeft naar zijn recht en verwaarloost zijn plicht. Nou, te moralistisch, hè? Wat heeft dat nou weer voor nut? En je moet uitkijken dat je niet iets zegt dat zij iets heeft van... Huh? Want nee. Ja. Je moet iemand die van nature boven je gesteld is... die moet je niet proberen om die intellectueel af te bluffen. Daar hebben ze in Rusland hun bekomst wel van, dacht ik zo, hè? Nee, maar ja, ik wil iets leuks, maar een algemeenheid over het weer... krijg ik ook niet over mijn lippen. Dat laat ik aan Erwin Krol over. Kans op vorst aan de grond. Wat moet ik nou toch zeggen? Majesteit, we hadden dit jaar 18 kapucijners, ja. Als zij er nou eens 12 had, dan is het ook weer zo sneu voor haar, vind ik, hè? Bovendien tegen een ex-prinses over een erd beginnen. Ik weet niet of dat nou wel zo kies is. Ik weet wel waarom ik van die lijst geschrapt ben. Ik heb namelijk nog nooit iets onaardigs over haar man gezegd. En... Nee. Ja, in 66 heb ik gezegd, niet met haar trouwen, ga terug naar Duitsland. Weliswaar in iets andere bewoordingen, maar het kwam daar toch wel op neer, zou ik zeggen. Nee, het schijnt dat Klaus helemaal ten slachtoffer is gevallen aan het woord kut. Ja, kut. Hij is niet de enige, het halve Nederlandse volk heeft... Als ze mij op de man afvragen, heeft de vrouwenbeweging iets bereikt? Dan zeg ik, ja, de ontmythologisering van het woord kut. Dat vind ik werkelijk een prestatie van belang. Dat, ja... Voelt u dat niet zo? Dat woord is een hele gevoels... Zeg maar, dat kut heeft niks meer met vagina te maken. Dat vind ik zo mooi. Dat is helemaal, zeg maar, gevoelsmatig helemaal tussen die benen weggetrokken. Dat is helemaal zo... Ik zat laatst bij een dokter in de wachtkamer, hoor ik uit de spreekkamer. Ach, dokter, die kut vagina van mij! En een paar dagen geleden hoor ik drie schuttingen verderop. Ah, die kut schimmel! Ja, we hebben daar een manege bij ons achter, daar. Maar dat heeft helemaal niks meer met die vagina te maken. Dat is heel, heel gek. En als man ben ik nog lang niet zo ver. Ik heb dat nog helemaal niet. Zodra ik het woord lul hoor, moet ik onmiddellijk aan vagina denken. Dat is heel gek. Nee, het laatste dat Klaus in het openbaar gezegd schijnt hebben ze... Kom maar op met die kutschade, zal ik dat kutlint wel even doorknippen. Ja... En een paar dagen geleden ook, had hij ook geroepen, wat is dat voor een kutkrans, had hij gezegd. En... Ja, je kan als laatste zeggen kutmonument natuurlijk. Dat is het laatste natuurlijk wat je kan zeggen. Zeker met die vorm, nee. Ja. Je rijdt wel eens naar Den Haag en heb je daar het Prins Klausplein. En dan denk ik, ja, hoe zijn ze nou op die naam gekomen? Maar heel langzaam begint het dan tot mij... Ik denk dat Klaus bovenaan de lijst van Nederlanders staat... die Beatrix per se niet wenst te ontmoeten.